Als er één ding is wat ook mij persoonlijk geraakt heeft in deze coronaperiode, is dat de Heer mij opnieuw enorm bemoedigd heeft om elke gelegenheid aan te grijpen om van Hem te getuigen. Ik denk zelf een beetje dat ik daarin een beetje wat verslapt was, om toch snel te denken van ja, maar wat zullen de mensen denken? Maar ik vind het gewoon mooi om elke gelegenheid aan te grijpen om met mensen toch over de Heer Jezus te spreken. Zo gebeurde het ook net. Ik slaap hier in dit gebouw. En ik liep om het gebouw net heen en ik kwam net bij de keuken. En daar waren twee jongens die niet bij dit gebouw horen. Die waren stiekem water uit de kraan hier aan het tappen. En ze schrokken ervan. En ze zeggen, mag dat, mag dat? Ik zeg, ja, prima. Ik zeg, als je maar geen corona hebt. Maar goed, toen liep ik door. En toen kwam er eigenlijk een gedachte in mijn hart van, gewoon één gedachte, gewoon een korte innerlijke overtuiging, levend water. En dan op dat moment kan je twee dingen doen. Je kan zeggen, ja, maar ik heb een programma, ik moet nu even snel naar de studio toe om alles in te richten. Of ik loop terug en ik vraag gewoon even heel eenvoudig aan de jongens, jongens, hebben jullie al gedronken van het levend water? Dus ik koos voor het laatst om toch even terug te lopen. Ik zeg, jongens, ik heb even een vraag, jullie zijn hier water aan het drinken, maar hebben jullie ook gedronken van het levend water? En ze zaten me echt aan te kijken alsof ze water zagen branden. Ze zeggen, is dit levend water? Ik zeg, nee, hebben jullie gedronken van het levend water? Nee, hoe bedoel je? Ik zeg, nou, we leven 2000 na Christus. Ik zeg, dat wil toch wat zeggen dat onze jaartelling verwijst naar een man die 2020 jaar geleden geleefd heeft. Ik zeg, en die man die heeft met een vrouw bij een waterput gestaan. En hij had dorst en ze gingen praten over water. En de Heer Jezus zegt, al de bronnen van deze wereld kunnen je niet verzadigen. Maar als je van mij drinkt, het levend water, dan zal je nooit geen dorst meer hebben. Ik zeg dus, carrière en alles in deze wereld, mooie spullen, dingen, seksualiteit, verslavingen enzovoort. Het kan je hart niet bevredigen. Dus hij zegt, als ik je dus goed begrijp, is veel in deze wereld rupsje nooit genoeg. Ik zeg, jij hebt het begrepen. Ik zeg, in een levende relatie met de Heer Jezus, dat alleen zal je blijvend geluk geven. Jongens, een fijne avond en drink lekker van het water wat jullie nu getapt hebben met elkaar. Nou, het is zomaar een paar minuten en ik geloof daarvan dat de Heer ons zo wil gebruiken dat we gewoon eenvoudige getuigen zijn. En de Heer zal het verder uitwerken. Lucas 21 gaat over de eindtijd. Het gaat over de dingen die in deze wereld gebeuren. En dan zegt de Heer Jezus, en dit zal u overkomen met het doel dat u zult getuigen. En daarin wil ik jullie allemaal bemoedigen. Ook als we weer morgen de werkweek ingaan, dat we van Hem zullen getuigen in alle eenvoud door onszelf aan Hem over te geven.